De professor. Broer. GroenLinks. Giraf. Krantenwijk. De Rups. Ik weet ook niet waarom, maar blij. Mijn bijnaam, Geert uit Weert. Fotograferen, rolstoelhockey en duiken. Marco Borsato. Piano spelen. Geloof het of niet, maar het klavertje. Ik denk dat onze generatie het zich niet kan veroorloven om aan de zijlijn te blijven staan. Dit gaat over ons, onze toekomst, het klimaat, maar ook de groeiende ongelijkheid. Of het dan gaat over dat je een woning niet kan krijgen, dat je een flexbaan hebt of dat je gewoon niet genoeg geld hebt om rond te komen. Dat zijn dingen die ons raken, wij moeten ons daarmee bemoeien. En daarom ga ik aan tafel zitten en de politiek in. Ik heb gezien en ervaren hoeveel fijne, goede energie er in de samenleving is. Er zijn heel veel mensen die echt willen veranderen. Dat voelde ik ook bij de Klimaatmars. We stonden daar in de regen, het was super koud, maar we stonden daar toch omdat we geloven dat het kan en dat het ook beter moet. En met die energie wil ik graag door. Ik ben een goede aanvulling voor GroenLinks omdat we gaan meeregeren. En ik heb al ervaring als bestuurder, lokaal. Een goede aanvulling voor de Tweede Kamer is de algemeenheid, omdat er best wel wat meer kleur in de Kamer mag. Ik wil de financiële sector hervormen. Het is een hele ingewikkelde sector met heel veel complexe producten en regelingen. En daarom blijft die iets te vaak buiten beeld en buiten schot. Ik wil de spotlight daarop zetten, want daar gaat zoveel mis en daar is zoveel winst te behalen. Als je het hebt over rechtvaardigheid en winst voor een eerlijke samenleving, daar wil ik mijn tanden in zetten. Ik zat laatst aan de keukentafel met mijn zoon. Ik probeerde hem ervan te overtuigen dat hij toch vooral zijn best moest doen op school, dat is echt waar. En toen zei hij, ja, maar mam, weet je, wij hebben toch niet echt een toekomst. En toen heb ik het gecheckt bij andere kinderen van zijn leeftijd en iets ouder. En er zitten heel veel kinderen zo in de wedstrijd. En dat kunnen we niet maken. Wij als ouders kunnen niet onze wereld op deze manier voor onze kinderen achterlaten, maar niet eens de indruk wekken dat we er niet genoeg aan doen. En dat motiveert me om stevig te gaan staan voor wat er in de komende jaren moet gebeuren. Mijn motivatie om de politiek in te gaan is echt om een beetje overtuigingskracht over te brengen, om te laten zien van dat het ook echt anders kan. En in Weert heb ik dat ook echt laten zien. Mijn man en ik hebben geen kinderen, maar ik wil wel echt iets achterlaten op deze wereld. Ik heb een bak aan politieke ervaring, in mijn fractievoorzitter in Nijmegen, al 8 jaar in de raad. En mensen met een beperking zijn enorm ondervertegenwoordigd in de politiek. Ze zijn onzichtbaar. En ik ga daar verandering in brengen. Ik wil me inzetten voor de emancipatie van mensen. Denk aan de emancipatie van vrouwen, de loonkloof, vind ik echt een doorn in het oog. Maar denk ook aan de acceptatie van homoseksualiteit. Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik onderdeel wil zijn van nieuw politiek leiderschap die de kracht van verschillen wel waardeert. En GroenLinks die kan dat. En het is tijd voor GroenLinks. We hebben nog 10 jaar om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. En de ongelijkheid in onze samenleving, die moeten we echt oplossen. Dat ik dan de mensen die op ons stemmen kan vertegenwoordigen en heel hard kan werken, ook om hun belangen te behartigen en om dingen echt te veranderen. En waar ik het meest tegenop zal zien, is toch wel dat we op bepaalde gebieden misschien compromis moeten sluiten en een deel van onze idealen dan niet kunnen verwezenlijken. En dat is toch wel iets wat ik lastig vind. Ik heb een kandidaat gesteld omdat ik heel lang al actief ben op het maatschappelijk veld, al ongeveer 26 jaar. En ik heb zelf heel veel ervaren wat de landelijke wetgeving en regelgeving doet met de burgers in het land. En ik wil bijdragen om daar iets positiefs aan te veranderen. De komende 10 jaar moeten we het verschil gaan maken om de klimaatcrisis aan te pakken. En ik ben daar hoopvol over. Ik zie dat heel veel mensen dat doen.